I'm so sick and tired of this crisis. We are using our planet completely wrong. What's really the problem is that we live in the wrong economy. We take something, we make something out of it, and we throw it away. We can look at it as a challenge. I want to tell you there are lessons from ecology that we can learn. So why not do that? Why not do that for everything that you produce? Why mix up metals so we can never get them apart? We should keep copper into copper into copper forever. Een wetenschapper die wil verleiden. Louise Vet ziet het ecologisch doemscenario keihard op ons afkomen, maar dat is niet haar boodschap. Als professor in de ecologie is ze ervan overtuigd dat de verandering moet komen vanuit de bewustwording. Het is haar missie om ecologische researchresultaten aan het grote publiek bekend te maken, om daarmee het ecologisch bewustzijn in de samenleving te vergroten. Our economy is completely mono. Everything is dominated by large monocultures with lots of insect pests. Mono everything. And it's a great challenge now to do it differently. Ik denk dat ik de economie verleid omdat het een uitdaging is. Kijk, ik zeg altijd dat je een 3% mensen hebt die geen plastic zakjes willen of biologische groenten kopen. Daar heb je niks aan. Je wil de BMW rijder, je wil de rechtse wereld wil je ook meekrijgen. Degene die heel gauw zeggen, dat is iets voor de linkse rakkers. Share this knowledge. Get these professors out of their ivory towers. Use local resources. Bring it to the people. And then think global. But act local. Wij gaan onze eigen uitwerpselen gebruiken als energiebron. Daar hebben we niet genoeg van. We werken daar met 160, 170 mensen. De universiteit zit aan de overkant. Dus wij gaan mensen uitnodigen om bij ons te komen. And we're going to invite the whole university opposite to come and poo with us. Well, anyway. De poep is goud waard en je spoelt het nu door het toilet. En dan moeten we iets anders mee gaan doen. En dat moet ook echt op de politieke agenda. Dus heel urgent.